zijn de vrienden van Heis TV. Wie? Oh, die! We zijn hier bij de eerste finale wedstrijd tussen Den Haag en de Unis Flyers. We gaan vandaag eens op zoek naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de sfeer binnen in het stadion. Naast mij een van de die-hard supporters, mag ik ook wel zeggen. De mensen hebben ons gevraagd wie is de man die nu met die onwijze brulstem de Command die Heekzang inzet. En daar staat hij naast me. Ja, daar staat Marco van Rutte. Marco van Rutte? Ja. Dat familie van? Nee, is geen familie van. Geen familie van? Nee. Hey, hoe komt het zo dat je zo'n onwijze brulstem hebt ontwikkeld? Door al jarenlang naar het voetbal te gaan en in het stadion daar ook lekker aan het brullen te zijn. Vanuit de DJ-boot waar de muziek wordt gerealiseerd hier op de ijsbaan, gaan we naar een van de DJ's. Kan je je eigen even voorstellen? Nou, ik ben Kjeld, 17 jaar en ik doe muziek bij IJs. En hier gebeurt het allemaal, Kjeld? Hier gebeurt het allemaal, ja. Dit is de plek waar we het allemaal doen. Oké, en hoe hanteren jullie de muziek? Heb je daar nog een speciale playlist? Doe je dat gewoon in het wild? Hoe doe je dat? Nou, tijdens de wedstrijd bijvoorbeeld, dat is dit scherm. Dan kiezen we gewoon nummers uit, zeg maar. Dan gaan we het lijstje af en hier staan bijvoorbeeld inrijden in. Dus de muziek tijdens het inrijden en feestmuziek ook. Dat vinden mensen vooral leuk. Dus ja, dan moet je een beetje puzzelen tijdens de wedstrijd. En naast Kjell de leermeester, Raymond Renneri, hè? Ja, even goed zeggen, Renneri, hè? Renneri. Ja, nee, even bij de les blijven, klinkt. Hey, jij hebt dit al enige tijd gedaan. Hoe lang precies? Ik doe dit nou 6 jaar. Ik ben toen begonnen bij Heis die Heek, samen met Peter Sonneveld, weet je, van de interviews. Ja. Dat is geen Heis TV, hoe heet dat? Heis Hoka interviews. Ja, geef het maar een naam. Daar ben ik ooit als sidekick bijgekomen. En op een gegeven moment toen stopte Heis die Heek. We deden met z'n tweeën altijd om en om. Toen stopte Heis die Heek. En toen had je de eerste divisie. En die kwamen naar mij toe van, joh Raymond, wil jij de eerste divisie draaien? Toen hadden wij op dat moment geen eredivisie. We gewoon lekker doorgegaan met muziek draaien. En op een gegeven moment dan wil je ook wel eens een wedstrijd kijken. En toen Kjeld erbij. En zo is een samenwerking tot stand gekomen die perfect werkt. Naast mij ook een van de personen die ook wel verantwoordelijk is voor het sfeer binnen het stadion. Want daar gaat het deze keer deze uitzending over. Ja. Hey Sepp, jij bent de man die ook verantwoordelijk is voor het commentaar bij de livestream. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Hey, en jij hebt commentaar ook gegeven bij de Olympische Spelen Pyeongchang. Ja, klopt. Kan je daar iets over vertellen? Nou, dat was echt een gekkenhuis. Want het is natuurlijk 8 uur tijdsverschil. En veel dingen werden gewoon live uitgezonden. En daarna had je ook weer samenvattingen. Dus het was eigenlijk... het was één grote trip. Ik heb 15 dagen lang gewoon af en toe een uurtje geslapen. Zijn er nog verbeterpuntjes bij Kjeld? Of gaat het helemaal prima zo? Nee. Schoonheidsfoutjes moet ik eigenlijk zeggen. Nee, die zijn er helemaal niet. Ik ben wel een heel ander soort DJ. Weet je wel, ik heb dat rock erin gebracht. Ik heb heel veel naar de NHL gekeken. Wat draaien ze daar? Hele lijsten. En Kjeld die had in het begin nog wel, dat was de derde periode net begonnen, maar het is geen voetbal. Dat als jij met 4-2 voor staat, dat we die wedstrijd gaan winnen. En dan kwam die feestmuziek al. En dan hield ik me hard vast, jongen. Oh. Maar je ziet toch dat het publiek op dat Nederlandstalig, moet ik zeggen, dat slaat wel aan. Ja, dat geef ik aan Kjeld alle eer aan, want bij mij zou het niet horen. Hey, en doet het dan ook nog pijn de volgende dag? Want dat vraag ik me dan af, of het niet schadelijk is. Nou, echt schadelijk niet. Maar als ik echt last heb, dan neem ik een bakkie thee met een beetje honing. Ja. Okay. Hey. Misschien is het mooi moment om er even in te zetten. Ja. Komt-ie, Jan.